hele mooie eigenschap van stamcellen is dat ze een leven lang meegaan. Dus als wij inderdaad echte stamcellen kweken en ze echt goed houden, hoeven we ze in principe maar 1 keer terug te geven en dan gaan ze van dan af aan doen wat ze altijd al zo goed konden, namelijk een leven lang gezond weefsel maken. Nou, ik ben al een jaar of 25 de leider van een grote onderzoeksgroep. Lang geleden gestart met het onderzoek naar het ontstaan van witte bloedcellen in ons beenmerg uit stamcellen, lange botten. Heel langzamerhand is mijn aandacht van mijn lab verschoven naar de darm, door allerlei toevallige redenen. Daar hebben we de moleculaire oorzaak van darmkanker opgespoord en vervolgens hebben we de stamcel van de darm beschreven. Ik moet iets meer zeggen over die darmstamcel. Dat is de meest actieve cel van ons lichaam. Je moet zich voorstellen, onze huid vervangt zich ongeveer elke 60 dagen. Een heel actief weefsel, slijt af aan de buitenkant, wordt van binnenaf weer aangemaakt. Andere weefsels zijn een stuk minder actief qua celdeling. Bijvoorbeeld hersenen delen eigenlijk helemaal nooit. Wat je meekrijgt bij je puberteit, daar moet je de rest van je leven mee doen. De darm is de kampioen van de zelfvernieuwing. De binnenkant van de darm vervangt zich elke 4 dagen. En we dachten een jaar of 15 geleden, als wij stamcellen willen begrijpen, want stamcellen zijn daar verantwoordelijk voor vervangen van weefsels, dan moeten wij die darm gaan bestuderen. Dat zijn we gaan doen. Een jaar of 5, 6 geleden hebben we de stamcel van de darm in handen gekregen, hebben we kunnen laten zien hoe die werkt, hoe die elke dag maar weer nieuwe, gezonde, jonge cellen maakt om de oude, versleten cellen te vervangen. En daar kwamen eigenlijk hele algemene principes naar voren. Ten eerste dat het geheel tegen het dogma in mogelijk is om een gezonde stamcel van een vrijwilliger af te nemen, klein biopt, in een plastic schaaltje te brengen in het laboratorium en van die ene stamcel heel veel darmweefsel te maken. Dat is getest in muizen, dat is gezond darmweefsel. We hebben met de nazaten van 1 darmstamcel hebben we 40 muizen kunnen behandelen. Die hadden een colitis, een darmontsteking. En alle 40 muizen lieten zien dat er heel veel gezond weefsel ontstond uit die ene stamcel. Stel dat als een darm ontstoken is, dan is eigenlijk de binnenbekleding van de darm is ziek. Daar vallen gaten in en dat weefsel moet vervangen worden. Maar wat wij doen, heel simpel, is die gekweekte stukjes darm, mini-darmpjes noemen wij dat, die worden door de anus ingebracht. Die vinden zelf hun weg naar die defecte plekken aan de binnenkant van de darm. Die landen daar als het ware hechten aan, spreiden zich uit en als een soort levende pleister vullen ze die gaten in die binnenbekleding op. Dus eigenlijk doen ze het zelf. Wij kweken ze, geven ze terug en ze vinden zelf hun weg. We hebben dit ook gedaan recenter voor lever. Daar is de toegangsweg wat makkelijker. Er loopt namelijk een ader van de darm naar de lever. Normaal gaan de voedingsstoffen die in de darm opgenomen zijn, gaan door die ader de lever in om bewerkt te worden, chemisch. Wij kunnen daar leverstamcellen in brengen. Die gaan met dat bloed mee. De leveren die lopen vast in de haarvaatjes, nestelen zich daar als het ware en langzaam maar zeker bouwen ze dan een nieuwe gezonde lever op als het bestaande leverweefsel ziek is. Het maken van complete organen is heel erg veel moeilijker, want wij maken eigenlijk 1 deel van het orgaan. In de darm is dat die binnenbekleding die verantwoordelijk is voor de opname van voedsel en de vertering van voedsel. Maar daaromheen zit bijvoorbeeld een spierbuis die zorgt dat het voedsel wordt getransporteerd via peristaltiek. Die maken wij niet. Het maken van organen, daar heb je echt weefselarchitecten voor nodig. En daar komen vaak ook allerlei kunststoffen bij kijken. Wij maken echt de cellen die het doen. Toen we eenmaal ontdekt waar de stamcellen in de darm zitten en hoe je ze kan kweken, toen dachten we, misschien kunnen we dit ook wel doen met andere organen. En toen bleek het eigenlijk heel simpel te zijn om hetzelfde te doen voor de lever, daar had ik het al even over, voor de alvleesklier, voor de prostaat, we kunnen het nu ook voor de long en voor de nier. Dat betekent dat wij hele kleine beetjes weefsel kunnen afnemen bij een muis. Daar zetten we het eerst op. Maar als we helemaal begrijpen hoe het moet, dan doen we het bij een mens na. We weten precies waarin we die cellen moeten kweken om ze happy te houden, om ze te laten delen. En dat lukt heel goed voor nier. We zijn nog niet zo ver dat we die cellen al teruggebracht hebben in een dier of uiteindelijk in een mens. Maar we kunnen wel zien dat het echte niercellen zijn en dat ze allerlei type cellen die je normaal in de nier aantreft heel keurig aanmaken. Met name de cellen die buizen maken waar de pre-urine doorheen loopt en waar uiteindelijk de echte urine gemaakt wordt. Wat we tot nu toe gezien hebben is dat het heel makkelijk is om een deel van dat buizenstelsel te maken. Normaal heb je een glomerulus, daar wordt de voorurine ingefilterd. En dan gaat er een buis naar beneden, dan gaat het weer omhoog en dan gaat het weer beneden naar het merg van de nier en dan wordt de urine uitgescheiden. Dat buizenstelsel, dat maken we, die glomerulus, die filter, die maken wij nog niet, hoewel we zien dat we het wel zouden moeten kunnen, want de moleculen zijn er al wel. We denken dat als we gelijk hebben, dat weten we nooit zeker tot het echt gelukt is, maar dat dat in een kwestie, in een tijd van een half jaar tot een jaar duidelijk zal zijn. We beginnen dat altijd in muizen te doen, omdat we daar veel meer kunnen en veel meer mogen. De vervolgende vertaling naar de patiëntensituatie is waarschijnlijk veel langduriger, omdat er eigenlijk heel weinig ervaring is in de kliniek op dit moment met dit soort therapieën die we in ons hoofd hebben. Een gekweekte stamcel, één stamcel waar je veel weefsel van maakt en dat weefsel wil je teruggeven. Er is niemand in de wereld die weet wat daar mogelijk gevaarlijk aan zou kunnen zijn en hoe je dat zou moeten monitoren van tevoren om toch veilig een patiënt te kunnen behandelen. En daar zijn we op dit moment heel druk zelf mee bezig, ook met allerlei medisch-ethische commissies, om de regels vast te kunnen stellen onder welke voorwaarden we dat mogen gaan proberen. Op dit moment zijn we het verst met darmziekten en met name leverziekten. Er zijn een groot aantal leverziekten die je zou kunnen behandelen met stamcellen. Aandoeningen waarbij leverweefsel langzaam verdwijnt, door bijvoorbeeld de erfelijke aandoening of door infecties. Voor nieren zou je aan alle situaties denken waar op dit moment mensen een niertransplantatie voor krijgen. Je kunt waarschijnlijk veel meer patiënten uiteindelijk bedienen met stamcellen uit een buisje in een vriezer, in plaats van het op een wachtlijst staan voor getransplanteerde nieren. Maar dat is nog lang niet zo ver. Ik zit niet zo, moet ik zeggen, in alle soorten van nierziekten, maar er zijn natuurlijk heel veel aandoeningen. Alleen al diabetische nier bijvoorbeeld, die baat zou hebben bij verse nieuwe cellen in de nier. Een hele mooie eigenschap van stamcellen is dat ze een leven lang meegaan. Dus als wij inderdaad echte stamcellen kweken en ze echt goed houden, hoeven we ze in principe maar één keer terug te geven en dan gaan ze van dan af aan doen wat ze altijd al zo goed konden, namelijk een leven lang gezond weefsel maken.